Het is 4 september en mensen, het wordt gewoon 28 graden vandaag in Zwolle. Kijk, dat gaat dan heel gezellig zo rechtop staan. Ja. Echt waar? Oh! Zo, zo. Elke keer draait hij hier. Ja! En we zitten al op 59 abonnees. Met zijn ochtendslaapje achter de rug. En nu moeten we zo meteen een broodje eten. Oh, nou. Oké. Was dat nodig? Dat was even nodig. Oh, au, au. Zachtjes. Ja, ja, is leuk. Pas je op. Ja. Echt waar? Oh. Nou, dit soort momentjes hebben we ook regelmatig even, hè? Even lekker zo op de bank. We hebben nog geen plannen voor vandaag. Nee. Misschien, auw. Misschien even naar de winkel of even een klein stukje lopen als het droog blijft. Kijk. Kijk, wat ga je dit doen? Echt waar? Is dat zo? Ja. Volgende dag met alle routines kan weer beginnen. Is al begonnen. Vanochtend om 8 uur al. Oh, die staat hem ook leuk. Die trui. Die staat je ook mooi, Kai. Ja. Echt waar? Ja, die heb je gekregen. Maandagmiddag. Hey. Kom, Humpy Dumpy. We gaan even lekker naar buiten. Het zonnetje schijnt nu. Kijk, dat is ook een reden dat ik dus nepplantjes heb. Overal, her en der. Hij zit overal aan. En hij haalt dus uit alle planten het zand. En hij gooit ze om. Dus ja, ook dat is een reden dat wij veel nepplantjes hebben in huis. Niet allemaal, maar wel veel. Ja. Ik denk dat we ook even naar de winkel moeten, Kai. Ja. We moeten even een paar kleine dingen halen, sowieso. Ja. Dus gaan we even dit hier zo opruimen. Dit is het keukentje. Nou, hij heeft nog niet echt spulletjes ervoor, dus ik heb er zelf even wat spulletjes bij gezet. Gaan we even de boekjes opruimen, Kai. Als jullie nog tips hebben voor leuke boekjes, voorleesboekjes en zo. Niet dat dat al lukt hoor, met hem dat voorlezen, maar ik blijf het proberen. Maar dan hoor ik het graag. Die even uithangen. Zo. Dit is dus hoe ik zijn kamer nu heb gedaan. Dus ik heb eigenlijk het kastje en zo heb ik aan de andere kant gezet. En zijn bed heb ik nu even daar staan. En nou ja, nu kwam het wel oké uit. Omdat het keukentje ook best wel wat ruimte inneemt. Dus dit is hoe het nu staat, zeg maar. Gewoon eigenlijk andersom. En het bed dan daar. Nou, kom Kaatje, wij gaan even lekker naar buiten. Even naar de winkel. Kom maar. I just can't stop loving you. We can sing songs of yesterday. Ja?
kunnen altijd het jasje uit doen, Kai, als het wel lekker weer is. En voor de zekerheid maar even aan. En SVP de schoentjes dit keer aanhouden. Ik heb momenteel één paar wat die past. Dus ik moet nieuwe halen. Dat is één. Die zit er vast in. Even de muziek uitzetten. Dus altijd muziek via de computer of via mijn telefoon. Als wij dus naar beneden gaan, dan moet ik de vuilnis meenemen. Nadeel is dat ik eigenlijk gisteren had moeten gaan ook. Ik had extra dingen qua afval. Dus nu heb ik twee zakken. Handen vol en de kinderwagen. Nou, dan moet mama zelf nog de jas mee en de schoenen aan en dan kunnen we gaan. Wat zijn het, Kai? Bah. Visjes. Dat is mooi. Bah. Ja, wat zegt de vis? Blub, blub. Blub, blub, blub. Goedemiddag. Ik was even klaar met het gepluis. Ik heb het even gesteld de rest van de dag. Maar het wil nu niet meer mooi met krul zitten en stijl niet. En ik ben veel te laat. Kaitje slaapt nog. Het is na 5:30. En ik heb nog niet gekookt. Dus ik ben bang dat het een potje wordt voor hem. En een broodje voor mij ofzo. Als ik nu nog ga koken, zou wel kunnen hoor, maar dan wordt het zo laat. Ik weet niet meer wat ik met mijn haar moet. Ik wilde het dus niet meer stylen, want ik dacht, ik laat mooi gewoon elke keer mijn eigen krullen staan. En het is veel beter voor mijn haar. Maar het zit elke keer zo niet. Nou ja, nu wil het blijkbaar stijl dus ook niet echt zitten. Kijk, die. Kijk, dat gaat dan heel gezellig zo rechtop staan. Dan kan de kapper wel zeggen van, ja, maar dat is nieuw haar. Dan denk ik, ja, nou, heel grappig. Maar mijn haar groeit zodanig langzaam. Dat ik dus waarschijnlijk een jaar lang als punky door het leven moet. We hebben vandaag niet zoveel gedaan. Ik heb net zelfs geslapen. Ik weet niet of de afdrukken nog in mijn gezicht heb staan. Maar ik ben zo moe nog steeds. Echt niet normaal. We zijn alleen vanmiddag zijn we even naar de winkel geweest. Oh. Mom life. Was goed. Ik heb Kaitje als 3 uurtje een appelflapje van de Lidl gegeven. Oh, die zijn zo lekker. Oeh, hij overbelicht een beetje af en toe. Ja. Oh, en ik heb trouwens wel Linus gehaald. Ik heb overal maar gelijk 2 van gedaan. Want ik dacht, ja, misschien moet ik ze wel aan elkaar gaan knopen. Maar ik heb hartjes van de Hema. Zulke. Hij valt net uit het zakje. Die. Dan nog van die gezellige vlaggetjes. En feestmutsjes. Ik dacht, ach, wie weet, misschien leuk. Eentje voor mij, eentje voor hem of zo. Voor de foto. Ik ben niet zo van de ballonnen met het geknal. En dat je ze weer als het feest voorbij is, lek moet prikken. En, dus ik dacht, ik doe gewoon deze. Oké, ze kunnen er niet echt mee spelen. But hey, ze hangen voor de sier. Kijken of ik ze ergens aan vast kan maken. Maar ja, ik heb niet zoveel hoog zitten waar het aan vast kan. Ik zat al even te kijken. Maar het hoogst hier is zo'n spijkertje daar. Ja, ik zou iets achter de spiegel nog kunnen klemmen, maar dat is ook niet heel erg hoog. Aan de gordijnhaakjes zou ik vast kunnen maken. Dat is geen probleem. Of zelfs aan de haakjes van de rolgordijnen. Dus deze kant is niet zo moeilijk. Het is meer die kant op waar ze dan uiteindelijk naartoe moeten. Dat ik denk, oké, waar moet ik ze dan aan vastmaken? Dan is ze... Oh, ik moet echt een nieuw standaardje hebben. Want deze die
voor geen meter zitten. Elke keer draait hij heel. Het is. Ja, zie, het is al 6 uur. Dus Kai krijgt een biologisch potje vandaag. En ik kijk wel wat ik eet. Soms pak ik wat kleine dingetjes die ik heb. En andere keer maak ik gewoon een broodje ei of iets. We hebben gelukkig gisteren heel gezond gegeten. Ja. Jij krijgt vandaag een simpel potje. Sorry, even je flappertje afwassen. Daarom probeer ik dus alles altijd bij te houden. Want het is zo vervelend als ik dingen moet doen op het moment van. Ja, en ik heb maar 1 slabber. Dus die moet ik wel afwassen dan. Ja. Ook een ander smaakje drinken meegenomen. Ja, biologische dikzak. Ja, vond ik wel een goede keuze. Kijk eens. Proef maar. Kijk, biologisch dikzak. Appel, aardbei. Een potje voor Kaaitje. Aardappelstamp en kip. Je hebt gisteren ook een kip gehad. Ik heb ook nog een olfarit. Dingetje. Spaghetti bolognese. Zullen we die gewoon proberen? Normaal doe ik altijd biologisch. Alleen omdat ze daar heel weinig smaken in hebben, haal ik soms van Olfarit. Probeer het eigenlijk zo min mogelijk toch niet te gebruiken, die potjes en die kant-en-klare dingetjes. Maar ja, vandaag is vandaag. Weet je, als ik er of geen tijd voor heb gehad, of toevallig ook geslapen heb, of wat dan ook. Nou ja, dan ben ik altijd toch wel blij dat ik ze in huis heb. Ja, komt ie aan. Ben jij er klaar voor? Gelukkig heeft hij vanochtend de nectarine gehad. En framboosjes. En tussen de middag brood en banaan. Ik wissel mijn vaatdoeken nou praktisch elke dag. Maar dan nog vind ik het gewoon vies om hem met een vaatdoek schoon te maken. Dus ik heb voor hem altijd aparte doekjes liggen hier. Kijk eens. Dat is trouwens ook mijn oude broek weer. Het was altijd mijn lievelingsbroek. Nou, die kon ik dus niet verder krijgen dan mijn knieën. Nou, afwas voor straks. Dus het valt nu mee. Ik heb het gekookt. Dat is dan wel weer fijn. Heb je goed gegeten hoor? Hé, hey. Zo, die kaboei erachteraan. Nou moet alleen mama straks nog wat eten. Ik kijk wel. Weet ik nog niet. Nee, ik weet het nog niet. En we zitten al op 59 abonnees. Toch 941 te gaan. Ik wil naar de 1000. We gaan naar de kamer, zeg maar. En ik heb het eindelijk opgeruimd. Dat rek, dat moet binnenkort even uitgezocht. Daar hangen allemaal zomerspullen aan. Dat wasrek heb ik normaal in de kattenkamer staan. Deze. En dit zijn wat cadeautjes nog voor Kai. Een tas vol, zowaar van de kruidvat. Allemaal leuke dingen. Ik heb hier altijd mijn stofzuigertje, want die heb ik hier aan de lader altijd hangen. Dat zijn trouwens mijn ouders. Het is de laatste dag dat mijn moeder leefde in Mira, Portugal. Waren we daar met z'n allen. En
De volgende dag is ze ineens overleden. Het is dinsdagochtend. Het is net na 11:30. En het is 4 september en mensen, het wordt gewoon 28 graden vandaag in Zwolle. Dus je girl heeft even iets zomers aangetrokken. Een rok, daar zitten gaatjes in, zeg maar. Maar er zit dan een soort onderrok onder. En nou, die rok weer trouwens, ik heb geen idee meer waar ik die ooit heb gehaald. Bij zo'n Turks winkeltje volgens mij jaren geleden. En het topje is een body en die loopt dus tussen de beentjes door. Die heb ik een tijdje terug bij de Zara gehaald. Dus dit is wat er moet worden. We gaan gewoon gezellig met bruine sandaaltjes straks onder. En dan kunnen wij lekker naar buiten. En dan gaan we of fietsen of wandelen. We gaan het zien. Het wordt in ieder geval heel warm. Dus ik wil sowieso even naar buiten straks met hem. Nog even kijken wat ik hem aandoe. Ik denk dat ik hem gewoon een lekkere korte broek aandoe met een shirtje. Dat is wat het is voor vandaag. En meer plannen heb ik eigenlijk voor vandaag niet, behalve de normale dingen. Schoonmaken, opruimen, afwas. De normale routines zijn weer in volle gang. Ik zat even te denken, maar ik heb alweer zoveel filmpjes en materiaal. En ik moet het ook allemaal uitzoeken en knippen en bewerken. En dus ik denk dat ik deze vlog ga afsluiten voor vandaag. Ik weet het nog niet. Hola! Wij sluiten deze vlog af voor vandaag. We hebben weer genoeg materiaal, zeg maar. We gaan zo meteen lekker naar buiten toe. En we willen je weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en eventueel een duimpje. En dan wensen we je verder een fijne dag. Tot de volgende vlog! Zeg maar dag!